Mario, je speelt eigenlijk een groot gedeelte van de wedstrijd speel je nauwelijks mee. Toch, tot een kwartier voor tijd, is het gewoon 1-0 en ben je eigenlijk niet kansloos. Dat moet een raar gevoel geven op de bank. Ja, nou ja, maar goed, hadden we natuurlijk een bepaald plan. We wilden in ieder geval één man vrij laten hebben, dat was Alderwereld. En die zouden we opvangen als die op onze helft kwam. Dus dan zou je doorschuiven van achteruit. Nou, dat hebben we één keer niet goed gedaan, waardoor die van een metertje of 30 de bal in het net legt. En dat was dus een minpuntje. Nou, ik vind ook dat wij gewoon, we proberen van achteruit op te bouwen. Maar doordat de Ajax vrij snel druk zet, kunnen wij niet de vrije man vinden. Waardoor we heel snel de lange bal gaan spelen, ja. En die duels verloren we allemaal eigenlijk voorin. Voorin hebben we eigenlijk helemaal nooit een bal vastgehouden. We hebben geen kans gecreëerd. Dus wat dat betreft was dat inderdaad zo dat het zolang het 1-0 bleef, we nog in de wedstrijd zaten. Nou, 20 minuten voor tijd heb ik besloten om 1-1 te gaan spelen. Ja, en dat konden we 5 minuten, waardoor we wat het speelveld wat kleiner konden maken. In ieder geval dat we de intentie hadden om vooruit te gaan. Ja, en dan valt de strafschop. Ik heb me laten vertellen dat het geen strafschop was. Maar toen werd het 2-0 en toen heb ik inderdaad gelijk weer ingegrepen en er weer een middenveld erbij gezet. Op basis van het feit dat ik me hier niet verder nog wilde laten afslachten dan je. Het is heel moeilijk om aan de bal te komen. Ik denk dat jullie ook heel weinig balbezit hebben gehad in deze wedstrijd. Je geeft het al aan, Ajax doet het ook goed bij balverlies van hun kant. Wat weegt dan zwaarder? Het lef in jouw ploeg of ook de kwaliteit van Ajax? Nou, het is beide. Het is natuurlijk de kwaliteit van ons. Hè. Als je ziet dat toch bepalende spelers bij ons, als je Gini bijvoorbeeld ziet, Wijnaldum, jongen die toch technisch heel vaardig is, bijna elke bal kwijt was. Luc die nauwelijks aan de bal geweest is. Nou, Christian heeft hard gewerkt, maar heeft ook aan de bal weinig laten zien. Ja, dat heeft ook met een stukje kwaliteit en angst te maken. Je moet ook durven voetballen. Ook tegen Ajax, want de ruimte is er wel geweest. We hebben in fases best wel ons positiespel kunnen spelen zonder al te gevaarlijk te worden. Maar ja, je moet ook durven spelen in dit soort stadions. En dan heeft het uiteindelijk altijd met kwaliteit te maken. Ja, kwaliteit, lef, dat is ook iets wat in een ploeg moet zitten. Je hebt bijvoorbeeld Gilles Schwerts erbij, dat is een jongen die dat wel kan. Die probeert op een gegeven moment ook het vuurtje een beetje op te stoken, denk ik. Is dat iets waar jullie tekort komen? Nou ja, goed, tekort komen, we moeten ook niet vergeten. En dan zouden we Ajax tekort doen, dat Ajax gewoon een uitstekend team heeft. Met heel veel kwaliteiten en dat je ziet gewoon dat hun verder zijn dan wij. Aan de andere kant moet je van dit soort wedstrijden wel leren. Je ziet dat ze ons heel snel onder druk zitten. Ja, en dan zou je dus de oplossing moeten zien. Nou, dat hebben we aangegeven op het bord. En nogmaals, op het bord win je nooit geen wedstrijd. We hebben het aangegeven door middel van videobeelden. Maar dan zou je dus een middenvelder vrij moeten krijgen. Ja, en dat is een kwestie van doen en durven. En ja, dat valt me dan heel erg tegen. Je brengt op een gegeven moment Van Beukering. Toen dacht ik bij mezelf, ik begrijp het eigenlijk niet. Want je speelde weinig op de helft van Ajax. En ja, Van Beukering is natuurlijk niet een man die de lange afstanden moet overbruggen. Je hebt er vast een andere gedachte bij gehad. Wat was die? Ja, als je goed gekeken hebt, heb ik ook Luc laten staan. Dus we hebben met Van Beukering en Luc voorin gespeeld. En we zijn 1-1 gaan spelen. Nou, dat lijkt me logisch. Als je niks creëert, 1-0 achter staat, dan ga je iets forceren. Dus ik heb dat gewoon gedaan en we stonden 1-1. Ja, en toen besloot Vink een strafschop te geven, wat in mijn optiek geen strafschop was, waardoor de wedstrijd eigenlijk gespeeld was. Nou, toen heb ik inderdaad een spits eraf gehaald en weer een middenvelder teruggezet op basis van het feit dat ik niet meer geloofde dat we nog 2 goals zouden gaan maken. Tot slot, die andere goal, die eerste goal. Er was een beetje discussie op de perstribune. Houdbaar of niet? Ja, ik zou hem terug moeten zien. Ik vind van die afstand zou het normaal gesproken houdbaar moeten zijn. Maar ja, ik moet hem terugzien. Ik weet wel dat Erwin een paar uitstekende reddingen heeft gehad op momenten waar hij ons in de wedstrijd heeft gehouden. Tot op zekere hoogte. We kunnen hem even terugkijken als je wil. Er staat een beetje om het hoekje het geen signaal zien we staan. Nou, misschien dat het dan... Het was een moeilijke, een situatie waarbij de discussie was. Ja. Er komt, we hadden hem even. We moeten eigenlijk ook een keertje op volle snelheid zien dan, hè? Of zie je het in de herhaling ook wel, Mario? Ja, ik weet dat het een goal was. Dus ja. Nou, daar komt hij, zeg het maar. Ja, hier moeten we gewoon snelle druk op de bal zetten en dat is gewoon veel te laat. Ja, en als ik eerlijk ben, lijkt hij me houdbaar. Maar ik denk dat Erwin dat ook wel weet. Maar ik moet zeggen, Erwin heeft nog een paar fantastische reddingen gehad. Ik ben ongelooflijk tevreden over zijn manier van spelen. Maar als je het over deze goal had, zou het zo kunnen zijn dat hij die had kunnen hebben, ja. Slotsom, teleurgesteld, niet ontgoocheld, op waarde geklopt. Ja, en leren van dit soort wedstrijden en hier beter door worden. En zaterdag er weer staan tegen de Graafschap. Ga voor meer video's naar eredivisie.nl.